Helemaal leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij, Faiken No Way. En in deze video gaan we de Destiny beta spelen. En ja, ik heb echt ontiegelijk veel zin in deze game. Ik kan niet wachten tot die uitkomt. Maar laten we eerst kijken naar deze awesome cutscene. We zien iets proberen te landen op een of andere buitenaardse planeet. Het gaat er ruig aan toe. En ja, hier zien we ruimtemannetjes. Lijkt een beetje op Marsmannetjes, inderdaad. We zijn hier op de planeet Mars. En wat gaan ze hier doen? Dat is de vraag. Je ziet hem kijken naar een soort van kaart op zijn hand. Dus hij geeft het teken rechtdoor. En wat ik dan toch apart vind, is dat ze naar Mars gaan met guns. Hij draagt namelijk gewoon een gun bij zich. En ik denk niet dat onze ruimtevaarders een gun meenemen op reis als ze richting een buitenaardse planeet gaan. Dus ik denk dat ze wat gaan verwachten hier. De graphics zien er echt prachtig uit. Oké, hier is die hele grote bal. Die ik al vaker in de trailers heb gezien. En wat dat grote ding doet, dat is mij nog niet helemaal bekend. Maar ik denk dat we daar wel de komende dagen achter gaan komen. Deze beta duurt tot aankomende zondag. Dit heet dus de Traveler, die bal. Forever. Great cities were built on Mars and Venus. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled. It was a time of miracles. We stared out at the galaxy and knew that it was our destiny to walk in the light of other stars. But the Traveler had an enemy. A darkness which had hunted it for eons across the black gulfs of space, centuries after our golden age began. This darkness found us. Nou, dat klinkt niet zo best. The end of everything. And that was the end of everything. Was also a beginning. And it was also a beginning. Ik denk dat ze bedoelen, dit is de beginning van deze serie, de Destiny-serie, de makers van de game hebben gezegd dat ze met deze game wel 10 jaar vooruit willen. En wel voor ongeveer 10 jaar DLC en dergelijke willen gaan creëren. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik denk dat het een game is die ik nog een lange tijd ga spelen. Want ik ben eigenlijk een beetje uitgekeken op de Call of Duty series en dergelijke. En ik denk dat dit nog best wel onze vervanger kan worden. En natuurlijk is dit meer een MMO-achtige game. Zo mag je het absoluut niet noemen. Maar ik vind het een beetje iets weg hebben van een MMO. En toch heb je ook een hele vette multiplayer. Oké, dus even kijken wat we nu gaan doen. Ik zie hier een gebied met allemaal verlaten auto's. Dit is volgens mij Old Russia. En zoals je ziet staan hier heel veel auto's. Ik denk dat deze auto's in de file stonden voor iets. En toen is er iets gebeurd. Mensen wilden vluchten volgens mij voor de darkness. En ze hebben het helaas niet overleefd, denk ik, want het ziet er niet altijd best uit als er zoveel auto's bij de ingang staan van een soort van grote muur die ik hier rechts zie. Ik zie hier een balletje rondvliegen. Ik weet toevallig dat je zo'n ding een ghost noemt. En ik vind het echt wel heel leuk dat er zo'n ding ook weer is in deze game, want in Halo had je eigenlijk ook zo'n soort van balletje. En die zijn gewoon heel handig. Ik zag daarnet ook al een aantal monsters. Ik word hier. Ja, there we go. Dat zijn de eerste monsters die ik zie in Destiny. En echt waar, ze zijn prachtig ontworpen. We volgen de ghost. Ik weet niet wat de ghost aan het doen is. Hij scant de area. There you are. Volgens mij heeft hij tegen mij. Hallo.
Guardian? Eyes up, Guardian. It worked. You're alive. Ja. You don't know how long I've been looking for you. Ik leef nog. I'm a ghost. Actually, now I'm your ghost. And you, well, you've been dead a long time. So you're gonna see a lot of things you won't understand. Oké, ik ben dus een tijd dood geweest en volgens mij heeft hij mij weer opgewekt. I have to get you to the city. Dus. Hold still. Don't worry, I'm still with you. We need to move fast. Oké, we have to move fast. Oké, there we go. We won't survive long out in the open like this. Let's get inside the walls. Nou, hij zegt dat we niet langer overleven als. Niet langer te overleven hier als ik hier langer blijf. Dus ik denk dat ik hem maar op een rennen moet gaan zetten. Tussen al deze autovrakken door. Ik hoor ook al die monsters volgens mij achter mij al. Allemaal creepy geluiden maken. Dus laat ik ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk weg ben hier. Eens even kijken, waar moeten we heen? Moeten we hier naar rechts? Moeten we. Ik denk het niet. Ik loop al door. Sorry, Ghost. Niet boos worden. I need to find you a weapon before the fallen find us. Oké, ik ga nu op zoek naar een wapen. En het is hier wel heel erg donker. Oh, ze zitten boven me hoor ik. Dus laat ik maar stilletjes aandoen. Laat ik maar op mijn tenen lopen. Zo. Even kijken. Wat we hier allemaal hebben. Ik ga hier maar. Rustig naar boven. Het is hier wel echt pikken donker. Hang tight. Fallen thrive in the dark. We won't. We need more light. I'll see what I can do. Nou ja, de ghost kan gelukkig redelijk wat licht maken hier. Oh, daar zie je ze al lopen. Holy shit, het zit hier helemaal vol. Waar moet ik heen? Oh. Voor mij heeft hij het licht aangedaan. Yeah, coming first. Oké, super. I found a rifle. Grab it. I found a rifle. Grab it. Oké, there we go. Hier is mijn eerste wapen. Een K-Vos. Nog wat inwonen. Waarschijnlijk een Russische naam. 7G. We kunnen inzoomen gewoon met de linker trigger. Ik zie daar een gastje lopen. Oh shit. Oh, dat was alleen maar een lamp. Het geluid in deze game is ook echt prachtig, moet ik zeggen, want ik gebruik op dit moment mijn Astro headset en je hoort echt de omgeving. Oké, hier zijn mijn eerste twee enemies. Ze komen al direct op me af. Nou ja, deze hebben we gesloopt. Deze waren niet zo moeilijk. Eens even kijken, wat hebben we hier nog meer? We volgen maar gewoon de route. Ik denk dat het een soort van tutorial missie is. Oké, nou die was ook redelijk makkelijk uit te schakelen. In ieder geval, deze game laat je af en toe goed schrikken. Helemaal als je geluid best hard aan hebt staan. Oké. Dat zijn er wat meer. Als ik op het hoofd schiet, heb ik voor mij wat meer damage. Dat is natuurlijk logisch. Voor mij, als ik ze raak, zie je ook. Ja, je ziet elke keer 20 eraf gaan. Als ik nou eens even op het hoofd mik, dan zie je 60. Dus dat is een critical hit. Dus inderdaad, als je op het hoofd schiet, doe je meer damage. Het heeft toch een beetje iets weg van de MMO, inderdaad. Keep it up. Want het maakt echt veel uit waar je schiet. En je ziet ook hoeveel damage points je schiet. Dus dat is best wel cool. We gaan weer verder. Ik denk dat we over deze brug moeten. Ik zie daar een fel lampje. Ik denk dat ik gewoon door moet rennen. Een loot cache. Laat even reloaden. Let's see what's inside. Een loot cache. In Calcutta LR2. Een special weapon. Het lijkt op een sniper. Het ziet er wel vet uit. Oh shit, een laserstraal. Trip mines! Don't touch them! Oké, trap mines. Ik denk dat ik maar er onderdoor moet kruipen, voorzichtig. Ik ga nu mijn sniper voor het eerst gebruiken. Want ik zie daar een enemy. Hopelijk komt hij met zijn hoofd tevoorschijn weer. Yes. En volgens mij hebben we een headshot. Oh shit, er zijn gelijk weer andere monsters hier in de buurt. Die worden wel gelijk gehit door de trapmines.
lopen er zelf ook doorheen. Ze zijn niet zo slim in ieder geval. Het zijn er op dit moment al twee hier nog. Ze zijn al redelijk makkelijk uit te schakelen. Dat is natuurlijk het begin van de game. Zie je kut ook een hit als je op het hoofd schiet. Doet gewoon meer damage. Volgens mij heb ik dit stukje overleven. We kunnen weer verder. Wat is dit voor ding? Is dit ook zo'n ding die ik open kan maken? Nee. Het enige wat mijn voorgevoel zegt dat ik hier een of andere moeilijke battle ga krijgen. Omdat het open is. Dus even kijken waar we heen moeten. Ik moet daarheen. Met je ouderwetse backknop, zeg maar, kan je je ghost tevoorschijn halen. En zien welke kant je op moet. Ik ga hier denk ik even snipen, want het is open gebied. Dus dan kan ik gelijk mooi mijn sniper skills en mijn trickshot skills op deze game uitproberen. En laat ik trickshot in mijn achterwege. Kunnen we een no-scope maken? Oh! We hebben in ieder geval de eerste no-scope te pakken in deze game. Het is gewoon letterlijk het midden van je scherm, dus dat is wel te doen. Ik zie al wat montageclips aankomen, jongens. Oh, kom jij stil. Oh shit. Ik weet niet wat hij gooide, maar het leek op een soort van granaat die energie uit je zuigt en later ontploft ofzo. Ik weet het niet. Zo, nou. Dat waren de sniperkills. Ik zie er daar nog een. Nog één keer een no-scope proberen. Nou. Heb ik hem nog geraakt? Nee. Nou, het is toch iets moeilijker dan ik had gedacht. Het was gewoon een lucky shot net. Maar ik denk als je een stipje op je scherm zou plakken of zo, eigenlijk een beetje cheaten, dan zou het no-scopen wel een stuk makkelijker worden. Maar jongens, ik ga jullie dat niet aanraden. Dus schiet gewoon en zorg dat je kills krijgt, helemaal in de multiplayer. Want ik haat mensen die als in de buurt gaan lopen schieten en daardoor je team laten verliezen. Oké, ja. We volgen dit gangetje. This was an old cosmodrome. There's gotta be something we can fly out of here. Oké, dat klinkt goed. We moeten iets zoeken waar we mee hier weg kunnen vliegen. Het ziet er prachtig uit. Een van de supergrote toren. Nou ja, toren, het lijkt een beetje op een raket volgens mij. Ik zie daar een aantal space shuttles en dergelijke. Nou ja. Laten we eens kijken wat hier is. Oké, ik zie een flare. Mijn voorgevoel zegt dat dat niet zo goed is. Oh ja, incoming. Daar komt een vliegtuig aan. Oké, er komen fallen ships aan. Volgens mij moet ik daarvoor opletten. Kijk, ik hoor van alles. Er komen er heel veel. En ik ben bang dat dat monsters gaan zijn. Ja, inderdaad. Natuurlijk. Het zijn geen lievertjes. Oh, reload. Ik heb geen kogels meer in mijn sniper zitten. Dat is wel jammer. Het is juist een open gebied waar je juist een sniper wil gebruiken. Maar dan ga ik maar gewoon een beetje gericht schieten. Ik kan er ook op afrennen op de Call of Duty manier. Maar ik weet nog niet of dat in Destiny een manier is om te spelen. Ik ben bang van niet. Nee, ze hebben in ieder geval door waar ik zit. Laten we hem ook even uitschakelen. Zie je, de headshot geeft dus een bonus. Het geeft dus 60 damage. Met dit wapen. Ik denk dat andere wapens meer damage doen. Hier 61, maar waren dat twee headshots zelfs. Het is belangrijk dat je op de goede lichaamsdelen schiet van de monsters. Er zijn er nog een paar. Zullen we kijken, daar nog één. Voor mij gaat het wel goed zo. Kijken, ammo oppakken. Stiekem hoop ik een beetje dat ik sniper ammo vind. Wat de fuck zijn dat? Shanks. Het lijkt op een soort van drones. Lijken een beetje op die drones die ik in Dead Rising ook zag. Aan het einde in de laatste missies. Die begonnen ook op je te schieten. Alleen, die zagen er net wat anders uit natuurlijk. Hoppa, messy face. Ondertussen ben ik level 2 geworden. Could be our ticket out of here. Hij heeft een ship gevonden. Misschien kunnen we hiermee de stad gaan verlaten. Even kijken. Ik heb het gevoel dat ik een upgrade heb. Inderdaad, ik heb een upgrade te pakken.
Ik ben level 2. Laten we I drukken en eens even kijken wat het is. Een granaat. Een soort van vuurgranaat. Altijd handig om te hebben. Ik heb nog geen nieuwe wapens verder. Nog geen nieuwe dingen gevonden. Maar dit ziet er al heel erg veelbelovend uit. Dat ik allemaal een keer op die manier kan gaan verzamelen. Eens even kijken. We gaan gewoon verder. We volgen gewoon ons objective. Ik zie hier een aantal enemies staan. Ik heb 4 kogels voor mijn sniper. Dus als we een beetje geluk hebben, kan ik hier even mooie one-shot schieten op deze gastjes. Want ze hebben nog niet door dat ik er ben. Huppakee. Nu zijn ze voor mij, hebben ze wel door dat ik er ben. Ik schoot daar een dikke critical hit op. Zoals je ziet, de snipers doen net wat meer damage. Op zich redelijk logisch. Nou, waar ben je heen? Is hij nou verdwenen? Nee. Laat ik jou even gaan mappen. Huppakee, mess your face. Ondertussen komen er weer wat meer gastjes aan. Ze staan om me te wachten. Oh, kut. Ik heb geen kogels meer. Oh, shit. Ze schieten met een soort van... Ja, ik weet niet wat het voor gun is. In ieder geval iets met blauwe kogels. Ze gaan redelijk langzaam. Dus ze zijn nog makkelijk te ontwijken, deze kogels. Zo. Oh, deze gast is iets sterker. Nou ja, die hebben we ook uitgeschakeld. Kijken rustig verder. Volgens mij zie ik daar een enorm groot ruimteschip. Deze heeft een blauw schild om zich heen. Dat betekent dat hij iets sterker is dan de andere, denk ik. There's a ship. Clear him out. Nou, there's a ship. Dat klinkt goed. Maar die gozer heeft een schild om zich heen en heeft veel meer leven als de andere. Dus ik schakel eerst even degene uit die wat minder sterk zijn. Dat doe ik natuurlijk om ervoor te zorgen dat zij geen damage op mij kunnen doen, terwijl ik met die grote bezig ben straks. Zullen we kijken. Hij is inderdaad niet zo lief. Laten we deze gast uitschakelen die op me af komt rennen. Er staat nog een gastje die wat minder sterk is. Staat erachter. Zijn er nog 2 volgens mij. Zo. Ondertussen loopt hij ook redelijk op het schieten. Ik zie een aantal shanks weer aankomen. Van die drones. Ik ben echt benieuwd wat voor monsters ik eigenlijk allemaal in deze game kan gaan verwachten. Want ik denk dat het echt awesome gaat worden. En dat er heel veel verschillende monsters in deze game zitten. Oké, hij komt nu om afrennen. Nou vind ik het niet leuk meer. Ik gooi mijn granaat. En ik blaas mezelf op. Oké, dat was niet zo handig. Die granaat ontplofte best wel snel. Oké, dat was misschien wel mijn blooper van deze video. Maar oké, ik spawn een stukje terug. De vraag is of... Oké, de game is niet gereset. Dus dat is in ieder geval mooi. Daar is mijn grote vriend. Ik ga hem gewoon even aanvallen met mijn gun. Voor mij is dat wel te doen. Ja, dat is prima te doen. Ik kom eigenlijk killen met mijn granaat. Alleen het duurt nog even voordat mijn granaat terug is. Dat kan je aan de linkerkant onder in mijn beeld zien. Dat vind ik wel tof dat je kan zien hoe lang het duurt voordat je granaat terug is. Want in dit spel heb je eigenlijk oneindig veel granaten. Dus je kan elke keer je granaat opnieuw krijgen. Maar het duurt best wel lang voordat hij terugkomt. Dus dat hebben ze best wel goed gedaan. Nou ja, laten we deze... Nou ja, ik kan het geen boss noemen, maar laten we deze gast even opblazen met granaat. Moet hij wel even op afstand blijven, want anders blaas ik mezelf weer op. En dat willen we natuurlijk niet hebben. En hij moet natuurlijk ook niet weggaan. Oké, daar is de granaat. Hij is in ieder geval niet in één keer dood. Hij is in ieder geval wel in de fik gevlogen erdoor. Hij staat uit de campen een beetje. Nou ja, hij is uitgeschakeld. Volgens mij heb ik nu alle monsters hier wel. Oké. Mijn ghost gaat kijken of we hier weg kunnen komen. It's been here a while. Hasn't made a jump in centuries. We're lucky the fallen haven't completely picked it clean. Will it fly? I can make it work. Nou, dankjewel ghost. Ik doe er op dit moment echt alles aan om het voor elkaar te krijgen om een ghost edition van deze game te krijgen. Een special edition is dat, zeg maar. Dat je ook dat poppetje dat je daar ziet in real life krijgt. Gewoon als collectors item. Want ik denk dat Destiny wel een van mijn games gaat zijn die ik op langere termijn, misschien nog over 5 jaar, nog steeds zal spelen. Dus ik zeg dat niet vaak in games, maar deze game kijk ik wel echt heel erg naar uit. Oké, ik kan niet naar Orbit, maar we kunnen hier misschien wel naar de stad mee komen.
bringing you in. Oké, ik word in het schip geteleporteerd. Op dit moment zie je dan meer monsters aankomen. Die beginnen al mij te schieten, maar let's get you home. Wij komen gelukkig veilig weg. En ja, wordt nog even nagestaard. Ik denk eigenlijk dat dit wel het begin is, of het eind is, van mijn eerste missie. En het begin van een geweldige storyline. Eens even kijken, we hebben mijn granaat. Mijn double jump krijg ik wat later. En ik, dit ziet er best uit. Ik ben al level 2. Dat gaat de goede kant op. We drukken even op continue, want ik ben benieuwd wat er nog meer aankomt hierna. En dan gaan we denk ik langzamerhand mijn video maar een beetje afronden. Ik heb een Arcadia Class jump ship geunlocked. Dus het lijkt erop dat ik mijn eerste wannabe voertuig te pakken heb. Ik weet het niet. Oké, we vliegen hier tussen de bergen. We zijn op weg, volgens mij, naar beschaving. We zitten nu ergens in Old Russia en willen proberen hier weg te komen. Op weg naar een veiligere plek. En dit ziet eruit als een stad. Weer met die grote bal. En volgens mij heette die bal de Traveler. En wat dat ding precies doet, daar komen we nog, denk ik, wel achter. Ik zie een heel groot flatgebouw met bomen erop en zo. Het lijkt me een veilige plek. Oké, daar ben ik samen met mijn ghost. Welcome to the last safe city on Earth. The only place the traveler can still protect. Kijk, dit is de enige plek die nog veilig is. Op aarde. We're counting every day it stands. And this tower is where the guardians live. Oké. Voor mij ben ik nu in de stad aangekomen voor de guardians. De guardians zijn eigenlijk zeg maar de robots slash de mensen, of hoe je het ook moet noemen. Die gaan proberen de wereld te beschermen. Nou ja, te beschermen. Er is niet echt heel veel meer over om te beschermen. Laten we maar meer zeggen, om de wereld terug te veroveren. En dit is de enige laatste stad op aarde die nog, zeg maar, veilig is. En dat hele grote bal die je daar zag, die protect deze stad. En dat vind ik nog best wel interessant. En ik ben best wel benieuwd wat erachter zit en hoe die bal deze stad kan protecten. Maar daar komen we vanzelf wel achter, denk ik. En helemaal als deze game uit is, ik denk dat er aardig wat uren in deze game gaan zitten. En ik denk dat ik ook aardig wat video's van deze game ga maken. Want het ziet er gewoon heel vet uit. En ik wil graag tutorials gaan maken en dergelijke over hoe je bijvoorbeeld bepaalde bossfights moet winnen. Want er zitten er aardig wat in deze game en ze zijn niet zo makkelijk als je denkt. Oké, we zijn hier in voor het eerst in de stad. Ik zie hier ook mensen rondlopen. Het lijkt op echte spelers. Ja, inderdaad. Het zijn echte spelers. Je ziet boven hun hoofd ook hun level. En ik zie hier een of andere gozer die een... Wow, dat is vet. Een paarse bal heeft gevonden. En we kunnen gelijk gaan voetballen hier. Zo. Was... Hier voetballen ze ook gewoon. Oké, maar laten we verder gaan. Laten we even gaan kijken waar die groene dingen met uitroeptekens, wat dat precies inhoudt. En wat ik daar moet doen. Dit is de postmaster. En ik krijg hier iets en dat is een welcome message from Bungie. Thanks for helping us to test the Destiny. This is our beta test. To make sure everything holds under heavy load. We couldn't do it without you now. Thank you. Ik heb in ieder geval een extra dingetje gekregen. Daar ben ik heel erg blij mee. In ieder geval voor de mensen die in de beta zitten. Op de PlayStation, de Xbox. De Xbox One of de PlayStation 4. Als je aankomende zaterdag om 11 uur 's avonds of vanaf 11 uur 's avonds tot zondagavond 12 uur inlogt. Want zondagavond 12 uur is de beta voorbij helaas. De PlayStation mensen hebben een week langer kunnen spelen. Maar ja, dat krijg je nou eenmaal als een platform heel veel geld betaalt om een game op een bepaald platform te krijgen. Net als wat Xbox altijd deed met Call of Duty's. Dus.
Maar in ieder geval, als je dan de game speelt, dan krijg je een bepaald ding, object. Ik weet het niet wat het is. Maar dan kan je in de full game laten zien dat je in de beta hebt gespeeld. Dus dat is op zich wel vet. En dat wil natuurlijk iedereen hebben die uiteindelijk deze game op langere tijd gaat spelen. Helemaal als bijvoorbeeld deze game over 7 jaar nog steeds bestaat. En je hebt een of andere vette badge van de beta. Dan is dat toch wel iets cools. Dus even kijken. Wat moeten we doen? Equip de nieuwe armor. Nou, laten we dat maar eens even gaan doen. Ik heb hier de eerste nieuwe armor. Deze had 18 defense en deze heeft 23 defense. Dus laten we dat eens aantrekken. Nou ja, hij heeft een iets ander kleurtje. Het scheelt niet zo heel erg veel. We moeten ook even naar de gunsmith toe. Ik weet niet wat de gunsmith mij te melden heeft. Zullen we kijken. De gunsmith. Zo. Moeten we daarheen. En waarschijnlijk geeft hij mij een gun als die ander mij armor heeft gegeven. Dus even kijken. Wat hebben we hier? Een auto rifle, een pulse rifle, een scout rifle. Of een handgun. Of een wat handcannon. Nou, gelukkig heb ik al een klein beetje research gedaan voor deze game. Niet te veel. Een auto rifle is gewoon een soort van submachine gun. Een pulse rifle is een soort van burst fire weapon. Een scout rifle is een soort van single shot weapon. Is wel heel erg sterk. En is best wel goed in PvE. En een handcannon is een soort van overpowered pistol. En ik denk dat ik maar gewoon voor de auto rifle ga. Want je vindt nog genoeg wapens in game. En je kan er ook een aantal kopen zoals je ziet. Voor Glimmer. En Glimmer is de currency in game. Ja. Dus even kijken waar we heen gaan nu. Equip your new weapon. Nou ja, laten we dat even gaan doen. Zo. Ik heb een nieuwe gun. En ik moet ook nog hierheen naar de ship. Wrecked, of hoe je het uitspreekt. En dat is hier niet zo ver vandaan. Nou ja, het is... Wacht, dus laten we elke keer een stukje verder lopen. Ik denk dat dat een manier is om een beetje door deze towerstad te manoeuvreren. Want anders vind je het natuurlijk nooit. Dus ik ga de goede kant op, geloof ik. Ik denk het wel. En ik moet hier zo naar boven toe. En ik moet hier praten met Amanda Holloway. Holiday. Eens even kijken. Wat krijg ik van jou? Voor mij krijg ik van haar een jumpship. Geen idee wat het is, maar het lijkt op een soort van vliegtuigachtig iets. Zijn er nog meer dingen die ik moet doen hier? Ik weet het niet. Voor mij heb ik nu al mijn dingetje gedaan. Dus dat, ik vind het wel heel cool dat er ook daadwerkelijk mensen in deze stad zitten. Zo is het toch wat net wat levendiger. En dan toch weer niet te druk. Dus het is niet zo dat hier in één keer de hele server in zit. Maar gewoon een aantal mensen. En ik denk als je in een party zit dat je er niet mee ook kan meenemen dan naar deze tower. Eens even kijken wat we nu moeten doen. Ik heb eigenlijk geen idee. Wat is nu mijn objective? Tower hangar. Go to orbit. When are you finished in the tower? Press I to go to orbit. Weet je? Dat gaan we ook doen. Dat beloof ik jullie. Maar ik knip deze video nu in tweeën. Want anders gaat deze video gewoon iets te lang duren. En dan blijven jullie waarschijnlijk niet met de aandacht erbij. Maar deel 2 van deze video komt er denk ik dan... morgen of overmorgen aan. In ieder geval ergens deze week. Ik moet even kijken. We moeten natuurlijk ook opdelen met andere games. Want natuurlijk zijn er mensen die vinden deze game geen reet aan. Nou, jullie denk ik natuurlijk ook. Dus er komt ook weer Watch Dogs en ook weer GTA en al die dingen aan. Is het beter, duurt maar een paar dagen. Dus ik ga deze game even een tijdje spelen. En aardige video's maken. Ik denk ook een paar potjes multiplayer ga opnemen. En ook nog samen met mijn vrienden ga spelen. Dus er komen een aantal video's aan. Bij deze kondig ik deze video in ieder geval af. Ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. En laten we eens even kijken wat dit is. Wat is ook ga zitten. De moves. Ik kan ook heel mooi dansen in deze game. Dus ik sluit deze video af met deze prachtige dans van deze robot. In ieder geval, iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Laat eens.